allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar Fem. Ik ben Jamie en ik ga het vandaag met jullie hebben over mijn favoriete nagellakkleurtjes voor het najaar. Ik weet dat ik er een beetje vroeg mee ben, maar het weer buiten is echt best wel slecht weer, heel erg herfstig weer. Ja, daardoor kom ik zelf wel een beetje in de herfstmoed. Als ik bijvoorbeeld ga winkelen, dan kijk ik echt tegelijk naar de sweaters en al die cozy dingen. Om een beetje in de sfeer te komen, laat ik vandaag mijn favoriete nagellakkleurtjes voor het najaar zien. Ik begin met dit kleurtje. Dit is een kleurtje van Art Deco, nummer 684. En dit is een Bordeaux kleurtje. En Bordeaux, ja, het blijft gewoon mijn all-time favorite. Ja, ik vind het zo mooi, vooral in de winter. Super classy, heel, ja, best wel vrouwelijk vind ik het ook. Ja, dit is denk ik echt een van mijn favoriete Bordeaux lakjes. Deze dekt ook best wel goed. Binnen één laagje is hij al heel goed gedekt, maar ik heb zelf altijd liever twee laagjes. Want dan blijft hij vaak bij mij nog wat langer zitten. Had ik al gezegd dat dit nummer 684 was? Nou, anders zeg ik het nog een keer. Dit lakje is trouwens ook nu verkrijgbaar, als het goed is. En het zit ook in de nieuwe collectie. Daarna dit lakje van Kiko. En die heb ik nu op. Het is een soort van ja, heel donker kleurtje. Een beetje paarsachtig. En Kiko... Love Kiko. Kiko is alleen niet verkrijgbaar in Nederland. Dat is echt super jammer, want dit lakje kan je krijgen voor 50 cent. Kom op, 50 cent, dat is echt niks voor zo'n lakje. Ze dekken super goed, ik heb ze nu op en dit is één laagje. Kan je het geloven? Overigens vind ik één laagje bij dit lakje ook echt het max. Want bij twee laagjes vind ik dat hij heel erg donker wordt, waardoor het meer zwart lijkt. En bij één laagje is het nog echt wel een mooie kleur. Wel vind ik bij één laagje dat dan je nagellak die gaat eerder chippen, die gaat eerder af. Dat vind ik wel jammer. Dus een topcoat erbij raad ik zeker aan. Maar ik vind het een heel mooi kleurtje, nummer 244. Waarom heb ik steeds kleurtjes die geen leuke naam hebben? Dat is toch zo jammer. Ik vind die naam is altijd juist heel erg leuk. Deze is ook nu verkrijgbaar. Helaas niet in Nederland. In Engeland heb je Kiko, in Duitsland, Spanje. En ik kan hem nu wel online bestellen. Kiko heeft een webshop. Ik zal het linkje hieronder wel beneden plaatsen. En daar is hij ook verkrijgbaar. Daarna komt dit lakje van Gauche. En dit lakje heet... Million Stars. Ik vind het zelf een heel erg mooi lakje. Ja, hij is best wel glitterig. Het is een beetje donkerblauw met, ja, wat voor glitters. Groen en paars. Beetje die bouwkleurtjes, weet je wel. Ik vind hem echt heel erg mooi. Deze is volgens mij ook in de najaarcollectie. Dus die is ook dit jaar verkrijgbaar. Ja. Hierboven staat ook Stardust. Dit is ook echt zo'n sterrenachtig lakje door al die glittertjes en glinsters erin. Zie je de glitters hier? Heel erg mooi. Ik vind het zelf echt prachtig. Dit lakje is van Barry M. En dit lakje heb ik in Londen gekocht toen bij de Boots. Of bij de Superdrug. Eén van die twee. Nou, dit is een mat lakje en dit blijft echt een all-time favorite van mij. Vooral in de winter vind ik, ja, nude. Ik vind dat best wel classy staan. Net als Bordeaux. Ik vind het eigenlijk voor het hele jaar door mooi, moet ik eerlijk toegeven. Maar vooral in de winter vind ik het net wat mooier. Ik vind het net iets meer bij de winter passen. Deze is mat. Dat houdt dus in dat hij, zeg maar, ja, mat opdroogt. Dus niet echt van die glinstering heeft of glans. Hij dekt trouwens ook best wel goed. Ongeveer twee laagjes. Barry M kan je online kopen. Zover ik weet zijn er niet winkels in Nederland. Misschien Urban Outfitters. Die heeft ze misschien. Maar voor de rest zijn er niet heel veel winkels echt in Nederland die ze verkopen. Wel sommige webshops zoals de Make-up Spot. En die verkoopt deze ook. Het voordeel van gewoon een mat nagellakje is dat je gewoon geen kleurtje nodig hebt. En volgens een matte topcoat eroverheen te doen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een nude kleurtje gebruiken en daar een matte topcoat eroverheen te doen. Ik vind zelf die van Hema heel erg fijn. Als je op zoek bent naar een matte topcoat, ga langs de Hema. Die heeft ook een hele fijne. Dit is het laatste. En dit is de The World Is Not Enough van de James Bond collectie van OPI. En voor de echte nagellakliefhebbers die alles ervan al weten. De James Bond collectie is inderdaad niet iets nieuws. Die is van 2 jaar geleden. Deze heb ik volgens mij 2 jaar geleden gekocht. Toen de Sephora nog in Nederland was. Nou ja. Hij is heel erg mooi bruin. En deze heeft ook glitters erin. Beetje gouden rosachtige glitters. Nou, bruin vind ik ook echt de perfecte najaarskleur. Heel erg mooi. Nou, ik vind het wel jammer dat hij nu dus niet meer verkrijgbaar is in de winkels. Maar als je op websites gaat zoeken op internet en eBay en zo, daar vind je hem echt wel. En sorry dat ik nu iets laat zien dat eigenlijk toch wat moeilijker verkrijgbaar is. Maar ik vind hem zo mooi. Ik had iets van, ja, jongen, dit wil ik gewoon delen. Dit waren mijn favoriete najaarskleurtjes op het moment. Nou, ik ben heel erg benieuwd welke nagellakkleurtjes jij heel erg mooi vindt voor het najaar. En laat ook echt je favoriete lakje achter. Ik vind het altijd heel erg leuk om nieuwe mooie lakjes te ontdekken.
En kijken welke ik nog, welke mij nog leuk lijken. Dus laat het vooral achter. Vergeet van duimpje omhoog te doen, te abonneren. En dan zie ik je volgende week weer. Doei, bedankt voor het kijken. En hij blijft echt enorm lang zitten. Hij trekt ook wel een beetje in je lippen. Beetje uitdrogend, maar goed.